Welke training heb je nodig als je een betere sporter wilt worden? Dit is de Universiteit van Nederland. Goed, tennistraining. Een inrichtingsvraagstuk. Stel, we willen 4 verschillende onderdelen van het tennis oefenen. Noem de forehand, de backhand, de smash en de serve. En we hebben 4 uur tot onze beschikking op 1 volgende dagen. Hoe gaan we dan die onderdelen oefenen om het maximale leerresultaat te krijgen? Ik noem 2 opties. De eerste is, we nemen ieder uur en hakken dat in 4 keer een kwartier. En we besteden aan elk van die 4 onderdelen een kwartier. En we doen dat in 4 dagen. De tweede is, we besteden evenveel tijd aan alle onderdelen, maar we maken daar een wanordelijk geheel van. We husselen dat gewoon een beetje door elkaar. Door bijvoorbeeld spelvormen te creëren of andere dingen te doen. Vervolgens testen we in beide situaties hoezeer de onderdelen die ik noemde zijn vooruitgegaan na een retentieperiode. Dus na een tijd niks gedaan te hebben. Welke inrichting leidt tot het beste leerresultaat? Is dat A, hand omhoog? Wel een aantal. Is dat B? Ja. Het is interessant, want niet dat dit precies zo onderzocht is als ik heb beschreven. Maar er zijn allerhande studies die laten zien dat random practice, want zo heet optie B, dat die betere leerresultaten te bewerkstelligt dan optie A. En dat is op zichzelf al erg interessant. Hè? Want je neiging is, als je er niet veel van weet of je maakt daar een naïeve aanname over, dat het achter elkaar oefenen van hetzelfde onderdeel ja, de focus brengt op dat onderdeel en dat je daar dan ook beter in wordt. Maar de literatuur suggereert toch anders. Je kunt beter juist die afwisseling creëren, meer random oefenen. En waarom zou dat nou zo zijn? Nou, daar zijn weer allerlei verklaringen voor. Maar 1 gedachte is dat als je hetzelfde achter elkaar doet, of bij benadering hetzelfde, dat je dan kunt vertrouwen op je eerdere geheugen, je short-term memory. Je weet wat je daarvoor hebt gedaan, dus je doet dat nog een keer. Terwijl als je sterk afwisselt, gaat dat niet. Zul je toch iedere poging weer fresh, nieuw moeten neerzetten. En krijg je dus een andere dynamiek daarin. Er kunnen andere dingen een rol spelen. Het is misschien leuker om meer afwisseling te hebben. Of het kan de motivatie versterken. Maar dit is wel een belangrijk concept. Er is een echtpaar in Amerika, echtpaar Bjork. Hetzelfde naam als die zangeres, maar niet verwant voor zover ik weet. Zij runnen daar een Laboratory of Memory, Remembering and Forgetting. Vind ik al een fantastische kreet. En die hebben het in dit verband over desired difficulties, gewenste moeilijkheden. Wat zij ontdekt hebben is dat leerprocessen, wanneer je ze juist een slagje moeilijker maakt of interferenties creëert, want zo kan je ook nadenken over wat ik net vertelde, dat de prestatieverbetering tijdens het oefenen verslechtert. Dus als je gewoon gaat kijken wat gebeurt er nou in de training, een beetje wanorde bij hoe het gaat, het gaat niet zo vreselijk goed. Maar als je dan een aantal weken later meet of hoe men het doet op die taak, dat het dan eigenlijk wel een sterke leereffect laat zien. Het gaat hier om het leren. Dus het gaat er niet zo goed om dat we een goed gevoel hebben na onze training. Het gaat er gewoon, dat is ook mooi meegenomen, maar het gaat er gewoon vooral om welk leereffect we sorteren. En die desired difficulties, die helpen daarbij. Dus het loont om iets uitdagends te doen. Je kan ook in termen van prikkels voor het brein over nadenken. Van nieuwe dingen, uitgedaagd om nieuwe patronen te zien enzovoort. Daar helpen die desired difficulties bij. Iets dergelijks speelt ook binnen één vaardigheid. En daar kan je ook meer of minder variatie in aanbrengen. Dat is een heel oud onderwerp in de literatuur over motorisch leren. Daar zal ik jullie verder niet mee vervelen.
Maar ik zal even twee extreme standpunten tegenover elkaar zetten aan de hand van het filmpje van het leren kogelstoten. Hier zien jullie een kogelstoter, Peter Valentiner, die op min of meer conventionele wijze hier een kogel stoot. Alleen daarna gaat hij dan met een aantal wat meer bizarre oefeningen aan de gang. Zoals jullie zien, totaal niet conventionele wijze van kogelstoten. Hij maakt er zelfs een dolletje bij. En deze twee oefenmethoden, die worden in de literatuur genoemd traditioneel oefenen en differentieel oefenen. De figuur die dat geïntroduceerd heeft is Wolfgang Schillhorn, daar ziet u hem. En het belangrijke is dat die twee oefenmethoden op geheel verschillende uitgangspunten en assumpties berusten. Bij traditioneel leren gaat men ervan uit dat er een of ander gewenst bewegingspatroon het ideaal van het leerproces is. Een backhand sla je zo en een voorhand sla je zo. Afwijkingen van dat patroon, variaties, worden gezien als fouten die geëlimineerd moeten worden. De feedback is gericht op foutcorrectie naar dat ideaal toe. Dat is de traditionele manier van kijken. En wat meneer Schillhorn daar zegt is, ja, daar gaat toch aan iets belangrijks voorbij. En dat is dat we leren van verschillen. Hij heeft dan een heel mooi demonstratie daarvan. Hij laat een zwarte dia zien met één rode bal erop en vraagt de zaal, wat zien we? Dan zegt de zaal, één rode bal op een zwarte achtergrond. En dan laat hij een zwarte dia zien met twee rode ballen en hij vraagt weer, wat zien we? Nog een rode bal is dan het antwoord. Met andere woorden, je maakt steeds een vergelijking tussen het een en het ander. En dat is de gedachte die aan dat differentieel leren ten grondslag ligt. Dat verschillen in de uitvoering informatie bevatten over hoe je een taak dan het beste uit kan voeren. En zijn idee, en daar komen deze wonderlijke pasjes van deze kogelstoten vandaan, is als je die verschillen maar groot genoeg maakt binnen een bepaalde taakruimte, en je moet niet iets heel anders gaan doen, maar binnen een bepaalde taakruimte, dat je daar dan veel van kan leren in de mogelijkheden in die ruimte. Ik wil even een voorbeeld van geven aan de hand van het darten. Jij hebt daar een dartboard, durf je het aan? Ja, denk ik wel. Kan je het even omhoog houden? Dan gooi ik een paar van die darts daarop. Oh. En, nou kijk, toch de 5 en de 18 en de 20. Of de 3x20, Mieke. Nou, wat je ziet is een hoeveelheid, dat is goed zo hoor, variatie in het dart gooien. Nou ben ik geen fantastische darter. Maar ik zou Van Gerwen zijn of Barneveld, dan zou ik natuurlijk veel vaker die 3x20 raken. Maar als ik exact zou gaan meten hoe die darts dan vliegen en de karakteristieken van de druk op de shaft, de exacte loslaathoek, de snelheid en de hoogte, dan zou ik versteld staan over de hoeveelheid variatie die gepaard zou gaan, zelfs met situaties waarin die darts in exact hetzelfde vakje terechtkomen. Dus kennelijk hebben deze mensen een bepaalde oplossingsruimte, die taakruimte waar ik het net over had, waar ze weten als ik het zo doe, dan komt het goed uit, maar als ik het zo doe, komt het ook goed uit. We kunnen ook nog vergelijkingen gaan maken tussen darters. Als we de vraag stellen, die beste 10 darters van de wereld, ja, voor zover jullie ze kennen, doen die dan iets wat allemaal erg op elkaar lijkt of niet? Wie vindt van wel? Wie vindt dat allemaal hetzelfde is? Niemand toch? Die mensen verschillen allemaal. Die doen allemaal hun eigen ding. En dat is ook wat Schillhorn hier benadrukt. Hetzelfde voor tennissers. We moeten allemaal hetzelfde doen met ballen, kanonnen en allemaal exact diezelfde bewegingen. Maar als we naar die tennis gaan kijken, ja, die doen allemaal iets anders. Dus hier is iets wonderlijks aan de hand. Traditioneel leren en differentieel leren. Nou, er hoort ook een voorspelling bij. En theoretisch, dat doen wetenschappers, die maken dan een voorspelling over hoe het gaat. Nou, in beide zie je een toename tijdens het oefenen. Maar er is een belangrijk verschil, want bij traditioneel leren, in de retentieperiode, dat is dus de tijd dat je niks meer doet, vlakt de prestatie af. Dat betekent dus, van als ik hem nu zou gaan meten, dan zou ik een slechtere prestatie meten. Terwijl bij differentieel leren zie je dat nog een beetje toename. Dat is een radicale claim, hè?
dat het leren dus toeneemt nadat je geoefend bent met trainen. Nadat je gestopt bent met oefenen, sorry. Ik zeg het verkeerd. Nou, inmiddels weten we wel inderdaad dat leerprocessen doorzetten na training. En ook slaap speelt daarbij een rol. Het gaat er dus om hoe die training, dat oefenen, het leren organiseert. En vandaar ook die desired difficulties waar ik het net over had. Nou, gaan we nou kijken naar de studies die hierover gedaan zijn. Het zijn er niet zo bijster veel en ze hebben ook niet zo'n heel veel proefpersonen en dergelijke. Maar die studies die erover gedaan zijn, die laten zien dat dat differentieel leren wel degelijk tot betere leerresultaten kan leiden dan dat traditioneel oefenen. Dus dat is al op zichzelf een bijzonder feit. En als je dan ook nog eens gaat kijken naar de mate waarin na die oefenperiode nog leereffecten optreden, dan is dat in sommige gevallen ook aan de orde. Dus het aanbrengen van variatie lijkt zeker een verstandig ding om te doen. Dus waarom zou dat differentieel oefenen nou toch dat voordeel kunnen hebben? Nou, één heb ik natuurlijk al verteld. Want je door het op verschillende manieren te doen, leer je ook ontdekken dat het op verschillende manieren kan. En naar hetzelfde resultaat toe er meerdere wegen naar Rome leiden. Afgezien van het feit nog dat het extra aanzet tot leren. Het kan ook zijn dat differentieel leren gewoon leuker is om te doen. En meer je aandacht erbij houden. Dat zijn altijd dingen die tegelijkertijd ook een rol spelen. Nou, inmiddels zie je dat deze ideeën ook in de praktijk worden toegepast. Je zou kunnen zeggen dat de voetbalschool van Barcelona kenmerken heeft van dit differentieel leren. Dat heeft een hoge mate van creativiteit. Die hoge mate van creativiteit die ontstaat natuurlijk niet als je steeds hetzelfde doet. Bij de voetbalscholen van FC Mainz en FC Köln, zo'n beetje het gebied waar Sjoerd ook vandaan komt, is dit inmiddels onderdeel van de trainingspraktijk geworden. En jullie zien hier een spelertje dat geleerd wordt te juichen voordat hij gescoord heeft, als onderdeel van de differentiële variatie. Dus ik vind wel de arrogantie van de Duitse voetballers neemt nu toch echt wel een verstrekkende vorm aan. Maar goed. Je kan natuurlijk op allerlei manieren die variaties zo gaan toepassen. Nou, waar komen we dan nu op uit? Ik zou zeggen, variabel oefenen verdient de voorkeur boven constant oefenen. Zoveel is wel duidelijk. Maar hoe ver je nou moet gaan in het aanbrengen van die variatie en of dat echt de vorm moet krijgen die meneer Schulhorn hier voorstelt, of het zo extreem moet, ja, daarvan zou ik zeggen, daar is nog echt meer onderzoek voor nodig om daar een harde uitspraak over te doen. Maar het is zeker een heel interessante hypothese die daar heeft over leren en omdat het gebaseerd is op een hele andere manier van kijken naar individualiteit en variatie. En ik denk dat daar zeker ook in de topsport nog verder wel voordelen mee te realiseren zijn. Sowieso in teamsporten, waarin creativiteit natuurlijk heel erg belangrijk is. Goed, wat gaan we dan tot in het vijfde college doen? Dan gaan we kijken naar hoe je kunt oefenen en beter worden zonder dat je beweegt.